is Marcus Vlogt. Yes! Hey beste mensen, hier ben ik weer met een review. Dit keer ga ik Jumbo frikandellen uit de oven. Ga ik even reviewen. Ze zien er wat grijs uit, maar dat komt. Ik heb gewone frikandellen gebruikt. Ze zijn gewoon te eten. Prima. De ovenfrikandellen betaal je €1,69 voor. Voor deze gewone frikandellen, die je ook in de oven kan doen trouwens, betaal je de helft minder, 86 cent. Waarom zou je dan de helft meer betalen als je voor de helft goedkoper gewoon ook frikandellen hebt, die je ook in de oven kan doen? Alleen officieel zijn het geen ovenfrikandellen. Daarom zien ze er ook een beetje apart uit, zoals je ziet. Maar ze zijn wel gewoon gaar. Ze zijn op 200 graden een kwartiertje in de oven geweest. Met Zaanse mayonaise. Ja, dat is mijn favoriet. En dan gaan we even proeven. Het is, ik bedoel, voor 86 cent 5 frikandellen. Ik vind het... je zal ze vast ergens nog goedkoper kunnen krijgen. Maar ja, weet je. Meer ruimte in de vriezer heb ik niet. Ik heb ook zo'n pak met 20 stuks. Maar dat past niet bij mij in de vriezer. Ik heb zo'n klein vriesvakje. Dus dat gaat er niet worden. Ik wil even wat Zaanse mayo. Lekker aardig wat Zaanse mayo. Zo. En dan gaan we even proeven, jongens. Dames en heren, we gaan even proberen. Oh, wacht even hoor. Zo, ja. We hebben hier de frikandel van de Jumbo, eigen merk. 86 cent, 5 stuks. Dat op zich nog wel meevallen qua prijs. Even in de Zaanse mayo. Mmm, lekker. Mmm. Nou. Helemaal niet verkeerd. Echt heerlijk. Precies zoals een frikandel hoort te smaken. Mm. Uitstekend. Jumbo eigen merk frikandellen. 5 stuks voor 86 cent. Op 200 graden. Overstand. 15 minuten. Oké, bedankt voor het kijken. Tot ziens. Bye.